Voor DVS TV nu de volgende speler, de nieuwe speler. En die mag zich voorstellen. Ja, mijn naam is Stijn Vreekamp, kom uit Amersfoort, 24 jaar. Ik woon nog thuis en ik studeer in Amsterdam. Je studeert nog steeds in Amsterdam aan de Johan Cruijff Academie? Ja, klopt. Johan Cruijff Academie nu in mijn laatste jaar. Welke richting? Sportmarketing is het. Commerciële economie en sportmarketing. En welke kant ga je daarmee op, denk je zelf? Ja, eigenlijk, ik weet nog niet heel goed wat ik wil daarna. Het is heel breed. Maar ja, je kan er heel veel kanten mee op in de sport, evenementenwereld, echt marketing. Dus ja, het is heel breed. En eigenlijk, als ik mijn diploma heb, kijken wat we gaan doen. Mooi. Dus, maar ja, we zijn hier natuurlijk om even over voetbal te praten. Ja, ja, ja. Je hebt diverse clubs al gehad. Je begon in je jeugd bij... AFC Kwik, 1890 in Amersfoort. Een van die oude verenigingen die behoorlijk hoog heeft gevoetbald. Maar nu in Amersfoort bijna helemaal niks meer hè, op niveau. Nee, nee, klopt inderdaad. Vroeger, ja, vooral het eerste elftal, speelde wel redelijk hoog. Maar momenteel nee, is het niet meer zo heel hoog. Dus ja, de jeugd nog wel steeds een goed niveau. Maar nee, het eerste elftal de laatste jaren wat minder. Ja, oké. Okay. Hey, maar jij dus naar Utrecht gegaan? Ja, ja, toen op mijn tiende naar FC Utrecht jeugdopleiding verkast. Daar 10 jaar gezeten, tot en met Jong Utrecht. Daarna naar Spakenburg gegaan, 2 jaar gezeten. Jaartje Katwijk, vorig jaar FC Linden. En ja, nu sta ik hier. Ja, inderdaad. En daar gaan we het natuurlijk even specifiek over hebben. Ja. Waarom koos je voor deze club? Ja, vorig jaar de keuze gemaakt om bij Linen te gaan voetballen. Eigenlijk ja, omdat ik weer lekker een seizoen veel wil gaan spelen. Met, ja, dat ik daar een grote kans had. Nou, uiteindelijk werd het bekend dat Linen ermee ging stoppen. Los van dat ik ook maar in mezelf had voorgenomen om er 1 seizoen te spelen. Ja, toen... kwam DVS rond de windstop, benaderde ze mij ja, om een keer te gaan zitten en om te praten over, over het volgende seizoen of we eventueel wat voor elkaar konden betekenen. Dus ik heb al wel eerder, er is al eerder contact geweest met de club, dus het was voor mij niet helemaal nieuw. Maar, En je kende natuurlijk een aantal spelers? Ja, zeker. Zeker genoeg jongens in het team nu die ik al kende, ja, waar ik samen mee heb gevoetbald of ja, tegen heb gevoetbald. Dus nee, we waren veel bekender hier ook bij de club. Ja, je bent nu een maandje of twee aan de gang. En naar je zin? Ja, ja, zeker. Lekker om weer bezig te zijn. Natuurlijk een poos ja, niet kunnen voetballen door de corona. Maar ja, nu zeker goed naar mijn zin. Alles hier verder top geregeld. Dus, ja. Flinke concurrentiestrijd hè, op jouw positie. Want je speelt het liefst centraal achterin. Ja, ja, nu, ja, dat kan je nu wel zeggen inderdaad. Centraal achterin of rechtsback. Zelf dacht ik voor het seizoen begon dat ik op rechtsback ja, voor die positie kon gaan. Maar tot nu toe alles centraal gespeeld en getraind. En ja, inderdaad, we hebben een ja, goede spelers op die posities. Dus ja. Ja, het is... goede concurrentiestrijd gaande. Ja. Ja, ja, je moet er toch van uitgaan dat je het met z'n 16e of 18e moet gaan doen dit seizoen. Hè? Zeker, ja. Ja, dat is altijd. Het seizoen is lang, dus je hebt ook allemaal hartstikke nodig. Die kansen die komen nog wel, Sven, denk ik. Ja, ja, ja. Ik had het ja, zelf niet verwacht, maar ja, de keuze is nu eenmaal gemaakt. En ja, je kan alleen maar je best doen en het laten zien dat je de verkeerde keuze heeft gemaakt. Ja, ja, precies, ja. Hey, en het accent op balbezit, dat bevalt je wel? Ja, ja, zeker. Waar we nu op getraind hebben in de voorbereidingen, ja, een paar vaste punten. En ja, vooral ook bij DVS natuurlijk balbezit vanuit goed voetbal spelen, dat bevalt me zeker. Dat is voor elke voetbal natuurlijk heerlijk. Hè? Want ja, wij moesten vroeger op trainen. Na een half uur ongeveer begonnen we te zeuren van wanneer gaan we nou eens een partij doen? Maar nu is het al veel sneller. Hè? Ja, zeker, zeker. We hebben altijd ja, goede, leuke, gevulde trainingen. En ja, de wedstrijden ook, waar we altijd ja, wat we trainen eigenlijk proberen laten terug te komen. Oké. Dus, ja. Goed. Nou, Sven, namens DVS TV wensen we je een hele goede competitie. Een heel goed seizoen. Ja, dankjewel. Ook, ook in de beker. Wie weet, hè, komen ja, we ja, nog ja, tegen Ajax. Ja. Prachtig. Maar in ieder geval heel veel succes. Dankjewel.